Welkom bij Rechtstreeks uit de Raad. Dordrecht wil een duurzame stad zijn. En daarvoor heeft de gemeente in de afgelopen jaren particulieren en bedrijven gestimuleerd zoveel mogelijk zelf maatregelen te nemen. En bijvoorbeeld ook zonnepanelen te plaatsen. Enfin, dat is ook hier gebeurd in de 19e eeuwse Schil. En toen kwam in één keer welstand die zei van dit mag hier eigenlijk niet. Ik spreek met mevrouw Spreijbos die panelen heeft geplaatst. Een paar jaar geleden, twee jaar geleden, heeft u op uw dak zonnepanelen geplaatst. Waarom heeft u dat eigenlijk gedaan? Nou, op zich vinden we het altijd al een goed idee. Ze hadden al een tijdje over na te denken om zonnepanelen te plaatsen. Maar toen kregen we van iemand toegestuurd een site van de gemeente. En daar stond precies aangegeven per huis welk huis geschikt is voor zonnepanelen. En toen bleek ons huis eigenlijk uitgevonden te zijn voor zonnepanelen. Ja. Dat ligt zo fantastisch in de zon. Precies, hè? Dat wij dachten, dat doen we. Zonnepanelen moeten precies georiënteerd zijn op het zuiden, zeg maar, daar waar het meeste zonlicht komt. Ja. En dan ook nog onder een mooie hellingshoek. Hoek, ja. Nou, dat was, kijk maar eens, dat ze liggen te smeken om de zonnepanelen. Dus u heeft dat toen gedaan? Ja, vonden we een goed idee. Ja. Maar zonder verder na te denken of dat wel of niet mocht, want wij dachten, nou, de gemeente komt zelf met zijn site, staat niks in over vergunningen, dus dat doen we gewoon. Ja. Ja. En toen in één keer bleek dat welstand. Ja, een half jaar geleden nou alweer, want het speelt toch alweer een tijdje. Toen kregen we een brief dat ze daarvan af moesten, omdat het niet past, omdat het door de welstandscommissie was afgekeurd. Die vonden dat geen goed idee. En nu, ja, nu speelt dat vanavond weer in de raad, hè, of dat wel of niet mag. Ja, want voor de duidelijkheid, de gemeente heeft in de welstandsnota vastgesteld dat je eigenlijk overal zonnepanelen mag plaatsen. Met uitzondering van het historische binnenstad en de 19e eeuwse Schil. Ja. En we zijn hier nu in die 19e eeuw verschil. Ja, ja, dus inderdaad, hier moeten ze weg. En wij vinden dat Dordrecht eigenlijk meer aandacht moet hebben voor de welstandscommissie of iets wat mooi of lelijk is. Maar dat het heel erg belangrijk is om in deze tijd van klimaatverandering en aandacht voor duurzaamheid, om juist de voorkeur te geven aan de duurzaamheid boven welstand. Of wat is mooi en lelijk, dat is een discussie waar je nooit uit zal komen. Ja. Maar ik denk dat voorlopig dit goed gevonden zal worden. Het is ook een kwestie van wennen, of het nou wel of niet mooi is. Nu heeft landelijk is er een onderzoek geweest van wat voor soort maatregelen zou je eigenlijk kunnen nemen als particulier. En dat is onder meer ook zonnepanelen plaatsen voor duurzaamheid. Ja. Maar er zijn ook allerlei andere maatregelen denkbaar. Ja. Energiebezuiniging. Wat heeft u nog meer gedaan? Ja, we zijn aardig bezig op het ogenblik. We hebben ook toen de kunstmin en nog andere energiehuizen werden aangesloten op de stadsverwarming, toen dachten we dat kunnen we ook doen. Dat is op zich ook een manier om wat minder energie te verbruiken. En dan hebben we dus contact gehad met de HVC en dan krijgen we ook stadsverwarming hier. Ja. En we hebben ons huis zijn we aan het isoleren. Nou, goed, het is gewoon een groot huis wat natuurlijk moeilijk energiezuinig is te maken. Dus we hebben een aantal dingen gedaan waarvan we dachten, dat is wel verstandig. Ja, het college is heel stellig. Eigenlijk mag dit niet en ze zouden dus ook het liefst willen dat de zonnepanelen zouden verdwijnen. Maar nu wordt er een motie ingediend door vier partijen. Partij van de Arbeid, D66, VVD en GroenLinks. Ja. Om toch dit ter discussie te brengen van kunnen die regels niet wat soepeler worden? Ja. Wat verwacht u van die discussie? Nou ja, ik weet er al wat vanaf. Ze zeggen dat ze het college van BMW zegt dat ze het niet aanraden. Dus dan zal het wel afgestemd worden. Ja. Ik ben bang dat beter voor Dordt niets beter voor het milieu is. Nee. En die andere partijen zijn inderdaad meer milieuvriendelijk dan de overheersende partijen. Gaat u overwegen? Het zal misschien op den duur wel veranderen, maar daar hebben wij nou niks aan. En als het nu weg moet, overweegt u dan stappen of compensatie? Wat verwacht u daarvan? Ja, dan gaan we eerst eens in beroep of in bezwaren voor het allemaal geheten. En dan gaan we kijken wat we gaan doen, dat weet ik nog niet. Eigenlijk denk ik van misschien loopt het nog goed af ook. Het zou zomaar kunnen. Ja. We gaan het in ieder geval zometeen zien in de raad. Ja. Bedankt in ieder geval voor uw toelichting. Goed. De gemeenteraad gaat discussiëren over die motie die is ingediend door die vier partijen. En we zullen die discussie volgen en wel kijken of deze panelen toekomst hebben, ja of nee. Meneer Sleking, zonnepanelen, goed voor de duurzaamheid, maar soms problematisch waar het gaat om de welstand in de stad. Met name in de 19e eeuwse Schil.
En in de binnenstad zijn er strikte regels voor het toepassen ervan. Waarom? Nou, heel strikt, dat valt eigenlijk nog wel mee. We hebben zelfs rijksmonumenten in onze stad, in de binnenstad, waarop zonnepanelen op de daken zijn geplaatst. Het enige criterium dat we toepassen op basis waarvan het niet is toegestaan, is wanneer ze vanaf de openbare weg zichtbaar zijn. Dus dat geldt dan ten aanzien van monumenten, gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten en het beschermd stadsgezicht. Ja, nu is er op dit moment een bewoonster aan de Singel vlakbij Kunstmin die daadwerkelijk zonnepanelen heeft aangebracht die wel in het zicht zijn. En daar heeft u dus problemen mee. Ja, dat is getoetst op basis van onze welstandscommissie, welstandsnota, door de gemeenteraad ook vastgesteld. En op basis daarvan is aangegeven dat er geen vergunning kan worden verleend voor dit stukje van het dak van de betroffen bewoners. En betekent dat de zonnepanelen moeten worden verwijderd? De mensen hebben voor een deel zonnepanelen op een stuk platdak geplaatst. Daar mogen ze gewoon blijven liggen. De welstandscommissie heeft ook nog een suggestie gedaan om ook nog een deel van de andere zonnepanelen toe te staan. Maar niet op de wijze waarop het nu is gedaan, omdat dat echt een heel storend effect geeft op het beschermd dakenlandschap, zeg maar. Ja. U heeft onderzoek laten verrichten naar welke plekken in de historische binnenstad en in de 19e eeuw verschil wel mogelijkheden zijn. En ja. U zegt, dat valt het eigenlijk best nog wel mee. Ja, er zijn ontzettend veel plekken in onze binnenstad en ook in de 19e eeuw verschil waar het plaatsen van zonnepanelen zonder meer is toegestaan. Heel veel platte daken, die lenen zich daar uitstekend voor. Maar overigens ook veel schuine daken waar ze nu al liggen. Ook beschermde monumenten waar zonnepanelen al liggen. Alleen zie je ze niet vanaf de openbare weg. En dat is nou precies een belangrijk criterium. Omdat wij graag willen dat de uitstraling van onze historische stad met al die monumenten ook een beetje gaaf blijft. Mevrouw van den Berg, Partij van de Arbeid. U heeft samen met drie andere partijen, D66, GroenLinks en de VVD, een initiatiefvoorstel ingediend om wat ruimere maatregelen te kunnen treffen voor het plaatsen van zonnepanelen, met name in de 19e eeuwse schil. Waarom? Omdat ook zeg maar mensen in de 19e eeuwse schil, we hebben het absoluut niet over echte rijksmonumenten, zeg maar. Daar zitten zwaardere regels op. Maar in de 19e eeuwse schil zijn ook een heleboel karakteristieke huizen die best geschikt zijn om zonnepanelen op te leggen, maar die worden zeg maar een beetje beklemd door allerlei strenge maatregelen. Het is mogelijk, maar ze mogen bijvoorbeeld maar een derde gebruiken van het oppervlak. Ze mogen niet leggen waar ze willen. Het moet niet in het zicht. En zo zijn er nog een aantal regels. En wij vinden nu je zeg maar veel meer aan die duurzaamheid moet werken, moet je ook die mensen in de gelegenheid stellen om via zonnepanelen aan duurzaamheid bij te dragen. Bijvoorbeeld in andere steden doen ze het wel. Daar zijn, ik zal het straks ook aangeven, bijvoorbeeld in Amsterdam, daar zijn de regels verruimd. En wij vinden dat we ook hier die mogelijkheid moeten hebben om te doen. We hebben geen strak voorstel in willen dienen, doordat we zeggen van nou, doe het nou op die manier. Wij willen gewoon de discussie erover, want we weten dat de raad verdeeld is daarover. Er zijn verschillende opvattingen over. En kijken hoe ver we komen. Ja, nu wordt er een motie ingediend, die wordt ook besproken vanavond door D66, Partij van de Arbeid, GroenLinks en de VVD. U keurt dat als college die motie eigenlijk af? Nou ja, ze hebben een initiatiefvoorstel ingediend om ons beleid op dat punt te wijzigen. Ik weet niet hoe ver ze daar precies in willen gaan. Wij zouden de enige stad in heel Nederland zijn die het plaatsen van zonnepanelen op monumenten en beschermd stadsgezicht zouden toestaan. Terwijl ze ook zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Nou, zo'n uitzonderingspositie, gezien de waarde die wij hechten aan ons beschermd stadsgezicht en al die monumenten, zouden wij toch liever niet willen gaan. In ieder geval niet op dit moment. Er wordt wel voorzien dat de uitvoering van zonnepanelen eigenlijk steeds innovatiever wordt. En over een aantal jaar verwachten we dat ze zo wegvallen tegen de daken, dat het op dat moment ook mogelijk zal worden om ze ook daar te vergunnen. Is nu de verwachting. Okay, dat betekent dat dan de welstandsnota wat zou kunnen worden aangepast? Ja, dat klopt. En dat hebben we sowieso afgesproken met elkaar. Dat we over 2 jaar het nieuwe welstandsbeleid, de nieuwe welstandsnota met elkaar gaan toetsen. Om te kijken of het allemaal nog bevalt. Want we hebben ook welstandsvrije delen in onze stad gekregen. Maar ook op dit soort aspecten zou je opnieuw kunnen kijken. Van ja, hoe zien die zonnepanelen er op dit moment uit? En passen die zo in het stadbeeld dat ze eigenlijk ook helemaal niet meer opvallen. Ja, dan moet je er ook geen probleem meer van maken.
Wij zijn inderdaad voor duurzaamheid en niet daar te veel regels voor op te stellen. Alleen, het is een smalle weg. Dus aan de andere kant, de argumenten die de coalitie aandraagt, dat Dordrecht al een van de ruimste steden is. En dat we nu in Dordrecht ook al met vergunning, weliswaar, dat er gewoon al veel mogelijk is. Dat wil ik ook meewegen, maar we gaan er wel over nadenken, zeker. Ja. Als je kijkt naar wat voor restricties er nou zijn, dan valt dat eigenlijk reuze mee. We mogen hier in Dordrecht, hebben we een beleid waarin je gewoon zonnepanelen mag plaatsen. Zowel op een rijksmonument, als op een gemeentelijk monument, als op een beeldbepalend pand. Zowel in de binnenstad als in de 19e eeuwse schil. Er is gewoon één voorwaarde. En dat is zorg dat het zo min mogelijk tot niet zichtbaar is vanaf de straatzijde. En dan zie je dat er ontzettend veel mogelijk is binnen dat kader. En daarom zien wij nog geen aanleiding om dat te verruimen. We hebben wel een beschermd stadsgezicht. Daar zijn we ontzettend trots op. Dus dat willen we graag in goede staat houden. Ja. Over een tijdje wordt ook de welstandsnota weer opnieuw in discussie gebracht voor aanpassingen. Is het dan bespreekbaar om regels te verruimen? Ja, bespreekbaar is het altijd als we echt problemen tegenkomen. Ik zie ze op dit moment niet. Ik denk dat de regels ruim genoeg zijn. Dat je ook moet denken aan aan de bescherming van je binnenstad en van je 19e eeuwse schil. De welstandsnota wordt in 2017 wordt dat weer opnieuw op tafel gelegd. We hebben het pas vastgesteld. De inkt is nog niet droog. Het is vastgesteld in september. Maar ik denk toch, en dat zie je steeds, dat dit toch wel een discussiepunt zal blijven. Er is op zich niks mis mee. Meneer Oosterrijk, CDA, coalitiepartij. En toch heeft u gevoelens voor de oppositie om wat tot verruiming te komen van zonnepanelen in de 19e eeuwse schil? Dat klopt. Daarvan is natuurlijk het befaamde voorbeeld een testcase geweest in die zin dat je hiervan kunt zeggen dat het aanbrengen van zonnepanelen op bepaalde plekken in de 19e eeuwse schil, ook al zouden ze zichtbaar zijn, tot de mogelijkheden zou moeten kunnen behoren. Alleen het moet wel in samenhang zijn met hetgeen wat in de welstandsnota staat beschreven. En op dit moment is dat een probleem. Ja. Over een aantal weken wordt de initiatiefvoorstel in stemming gebracht. Wat is dan het stemgedrag van het CDA? We moeten nog zien of het initiatiefvoorstel in stemming wordt gebracht en hoe dat is verwoord. Ik blijf van mening dat die gang van zaken niet de meest vruchtbare is. Ik denk dat het veel beter is dat in de aanloop naar de herziening van de welstandsnota we initiatieven gaan ontwikkelen. En ik bespeur al enkele medestanders daarin, waarin we dus op een ordentelijke manier zowel de bescherming van de historische binnenstad en ook een aantal panden van de 19e eeuwse schil kunnen bewaken. Als ook aan de andere kant, daar waar het kan, mogelijk kunnen maken. Mevrouw Strijbos, onbedoeld was u de aanleiding voor de discussie die ging over wel of niet verruimen van het plaatsen van zonnepanelen in de 19e eeuwse schil. U bent bij de discussie geweest. Ja, wat is uw indruk? Het was niet eens zo onbedoeld, want eigenlijk het begon allemaal dat wij een brief hebben geschreven aan de gemeenteraad of ze zich hier juist over wilden uitspreken. Dus ik vind het heel goed dat het zoveel aandacht heeft gekregen en dat er zoveel verschillende meningen over zijn gekomen. En ik merk dus dat het inderdaad een heel ingewikkeld probleem is om het op te lossen. En het initiatiefvoorstel, daar zijn mensen ook nog niet uit wat dat moet gaan inhouden. Dus ik ben eigenlijk heel erg benieuwd hoe het afloopt. Maar ja. ik heb een beetje goede moed. Misschien zijn mensen toch nog eens na gaan denken over het hele probleem van die zonnepanelen. Als het al een probleem is. Ik heb zelf de indruk dat er toch een lichte meerderheid zich gaat vormen om naar die verruiming toe te komen. Is dat ook uw indruk? Ja, ik krijg ook het gevoel, want met name dat argument van die visuele bescherming, dat vond ik eigenlijk een heel erg grappig argument. Ik denk, ja, waar worden we nou weer tegen beschermd? Daar moet ik ook enorm over nadenken, wat dat betekent. Ik bedoel, op zich snap ik wel hoor, dat mensen denken van, nou, is het mooi of is het niet mooi? Daar ben ik zelf ook niet uit. Ik geloof niet dat het echt mooi is, maar ik denk meer dat het belangrijk is dat het gebeurt. De beeldkwaliteit van onze historische binnenstad en van de 19e eeuwse schil is een visitekaartje voor Dordrecht. Maar Dordrecht wil ook een duurzame stad zijn. En de vraag is dan, hoe ver laat je zonnepanelen toe op die mooie daken van de stad? En hoe ver wil je daar beperkingen aanbrengen? Nou,
de gemeenteraad is er eigenlijk nog helemaal niet uit. Het lijkt een dubbeltje op zijn kant. Of er wordt verruimd, of die verruiming vindt pas over een paar jaar plaats. We gaan het afwachten. We zullen het zien in een volgende rechtstreeks uit de raad. Dit was het voor nu. Tot volgende week.